Hoe laat ziet u officer Little voor de eerste keer rijden? Het is 1:15. Officer Little haalt me met zijn dienstwagen in. Hij sommeert me aan de kant te gaan staan en parkeert vlak voor me. En wat doet officer Little? Hij stapt uit. Hij loopt naar de passagiersstoel waar Monk zit en beveelt hem om uit de auto te stappen. En wat doet meneer Monk? Monk doet niets. Hij staart naar officer Little. Beweegt niet. En wat voor gesprek voert u met officer Little? Officer Little vraagt voor een tweede maal aan Monk of hij uit de auto wil stappen. En dit keer stap ik zelf uit. Wat is er mis? Dit hier is Thelonious Monk, een zeer bekende muzikus. En ik ben zijn manager, we zijn alleen maar onderweg naar Baltimore voor een optreden. En hoe antwoordt officer Little? U staat onder arrest. Nee, niet doen alstublieft! Pas op zijn handen, hij is een pianist, alsjeblieft, pas! Bij het doorzoeken van de auto is marijuana gevonden. Van wie is de drugs? Mevrouw, ik vraag het nog één keer. Van wie is de drugs? Zorg van kindermeisjes. De dag hierop nemen die het mee in de privéterrein van de Rothschilds. Om samen met haar twee zusjes te gaan leven op Tring. Tring, dat is het landgoed van hun oma. Zebra's ervoor gespannen. En boven in de eetzaal lopen bedienden rond met bomen, zodat de gasten verse kersen kunnen plukken. Er staan duizenden vitrinekasten met de opgezette dierenverzameling van de familie. Emoes, nandoes, gnoes, kangaroes, kassuarissen, reuzenschildpannen. Eén voor één staren deze specimen, Nika, in haar ogen. En in de tuinen leeft wild, in een door mensen gemaakt paradijs. Maar voor een kind ligt daar een kille en strenge jeugd te wachten.
Weet je wie dat is? Ik zei, weet je wie dat is? Zij is een Rothschild, you know. Haar familie verstrekte middelen aan de koning om Napoleon te verslaan. Ik vertel tegen iedereen wie jij bent. Ik ben trots op jou. Hallo. Hello everybody. I'm very glad to be here today. I would like to play a little tune I composed not so long ago, entitled Pannonica. It was named after this beautiful lady here. I think her father gave her that name after a butterfly that he tried to catch, but I don't think he caught a butterfly. But anyway, here is the compose named after her. Pannonica. Hallo, my dear. Ik dacht ik kom je even iets vertellen about the family. Iedereen in the family leeft van het familiebedrijf that has founded by your... Ze houdt het toezicht terwijl jij in bad zit en hijst jou in een te strak lijfje. Daaroverheen een onberispelijk gestreken onderrok. Ja, en daaroverheen een smetteloze witte jurk. Met een eigen kleur lint om het middel. Ja. En het haar wordt geborsteld met 100 streken. Hé, hey, stilzitten! En vastgezet met parelmoeren speldjes. En niet te veel met je hoofd schudden. Je bent geen paard. Paard. En dan volgt na het ontbijt de wandeling door de tuin. Ja. Rennen en verstoppertje spelen is verboden. Want anders worden de jurkjes... Precies. Heel goed. Mijn broertje zit op een dure kostschool en zie ik nooit. Voor ons, de meisjes, komen in de middag gouvernantes naar het landgoed om ons les te geven. Ik leer wat piano, iets over de Romeinen. Stil zijn en luisteren. Dan volgt het avondeten. Beneden in de kinderkamer. Je mag pas boven met je ouders eten als je 16 bent. Ja, op maandag eten we... Gekookte vis. Op dinsdag... Gekookte eieren. Woensdag... Gekookte vis. Op donderdag... Gekookte eieren. Ik weet niet anders. Ik denk dat de wereld zo gemaakt is. Dat die altijd zo zal blijven. Zoals de zon opkomt. En weer ondergaat. Eten nu. Eerst heb ik mijn zusjes nog. Maar ook die verdwijnen naar boven als ze 16 worden. Ik blijf alleen achter. En als ik ga eten, gekookte vis of gekookte eieren, dan verdwijnen ook de gouvernantes. Ik eet alleen. Altijd gezelschap om me heen. Maar als ze niet bij me hoeven te zijn, dan maken ze dat ze wegkomen. Ja, en er is in de hele wereld maar één iemand
die een beetje licht in jouw leven kan brengen. Papa. Dat is heel goed. Dat is papa, hè? Vader brengt meer en meer tijd in kuuroorden door. De family blues. Mijn moeder was de eerste vrouw in Europa die een tennisbal bovenhand serveerde. Maar sinds zij tot de Rothschilds behoort, speelt zij geen spelletjes meer. Ik ben doodsbang voor haar. Ik zie haar nauwelijks, maar als ze thuis is, word ik voor het slapen gaan naar de zitkamer geleid om te bidden. Klein meisje van me te maken. Amen. God, ik bid u om een goed klein meisje van me te maken. Amen. God, ik bid u om een goed klein meisje van me te maken. Thuis. Als ik moet gaan slapen, probeer ik zo lang mogelijk wakker te blijven. Om vader thuis te horen komen, om het sprookjesachtige geluid van paardenhoeven op het grind te horen. Ik ben nu. Ik ben nu. Ik ben nu. Je kunt het nu niet vastleggen. Hm? Je kunt het proberen. Op LP's, op televisie. Maar je kunt het niet bezitten. Het gaat erom dat jij erbij bent. Het bestaat alleen nu. En nu. En nu. En nu. En dan is het weg. Voorgoed. Hoor je dat? Papa?
Insect, gedachteloos, zonder toegang tot geld en levend van de genade van hun ijzeren vaders. Ach, anoniem, afhankelijk. En als wij niets doen, dan wacht ons precies zo'nzelfde lot. Om een ongelukkig leven te leven zoals onze ouders deden. Er is hier helemaal geen plek voor eigen creativiteit of eigen oog voor eigen talent. Het is vluchten of vergaan. Van de tekst. Wat hebben we hier?
Luchtvaardigheid, check. Check. Radiocertificatie, check. Check. Registratiepapieren, check. Check, check, check. COH, weight and balance en uitrustingslijst, check, 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 check. Check. Veronica Deer, heb jij je vliegbuffet, je medische keuring en je verzekeringspapieren bij? Nee. No, waarom niet? Dat vraagt geen hond, Marjo. Oh, maar dat is geen reden om het wel of niet bij te hebben, hè? Het is voor de veiligheid, voor de zekerheid, hè? Meisje, toch? Meisje, toch? Kom op. Starten dat ding en vliegen het mee. No, dat dacht ik niet. Hè? Check de wingtip, check de stall warning, check de drinks. Check de piton, check de wielen. Zijn er geen slechte plekken? Check de schoktempers, hè? Check de neusinlaat, check de olie van de motor. Zeg, Jules. Maar wie? Ik ben mijn warmbloedigheid inmiddels kwijt. Oh, dat is mooi, schat. Remember, a worm. You have to become a worm. Misschien wel naar de hel. Ah, Monk, je kunt dingen niet ergens naartoe laten gaan. Hè? Ze gebeuren gewoon. De collecties van 1939 vielen op in een extravagante dessin in hun vrolijkheid. Schiaparelli kwam met haar beroemde hermelijnenavondjurk, haar hooggehakte schoen. Het beloofde een werkelijk mooie zomer te worden. Ja, aan de echte rijken gaan wereldse zaken voorbij. Ze zijn in staat om een gordijn van weelde om zich heen te trekken en te leven zoals ze altijd leven. Ook Nika. Nika blijft zitten waar ze zit. Op Château d'Abondant. En Bretagne. Bretagne. Jules. Nika? Ja, de moeder van Jules. Juist. Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tempête. Kindermeisjes, doe maar twee. Eén kindermeisje? Ze hebben drie kinderen, dus okay, sowieso geen doe nog maar één onderweg. Ik heb er meer liggen, dus. Oké, doe maar vier, vijf. Weet je het zeker? Ja, oké, okay, top. Kleurtje voor aan de muur. Natuurlijk. En dit is een? Dat is een Van Gogh. Très bien. Een Rubens. Heel goed. En deze? Dat is een Botticelli. Ai, een Caravaggio. Oh, Caravaggio, oké. Okay. Nika sprak niet over politiek. Of andere zaken die een interesse in de wereld zou kunnen verraden. Voor iemand die zomaar in een privévliegtuig durft te springen en die gewend is om moeiteloos de wereld rond te reizen, lijkt de dreiging van een naderend nazileger misschien te ontwijken. Jules vertrekt. Hij begraaft een zak geld in de tuin. Dachan. Dit vertelt hij niet tegen Nika. Voor haar laat hij handgetekende kaart achter. Zo kom je naar de kust. A bientôt, moi, Jules. Nika haalt haar schouders op en opent de deuren van het landgoed voor vluchtelingen. Ah,
langs waar ooit de grote der aarde sliepen. Hé, hey, de Duitsers staan praktisch aan de poort. Goedenavond. Goedenavond. Gilles en moeder weigeren te vertrekken. Je reste ici. C'est mon château. Ce sont des connards. Je vous dis, des connards. Et moi, je reste ici. Gedeeld met lotgenoten. En er volgen dagen en dagen van lopen. De tijd verstrijkt. En hoe meer de tijd verstrijkt, hoe wanhopiger mensen worden. En hoe wanhopiger mensen worden, hoe slechter mensen worden. Diep van binnen is het een kwestie van je neerleggen bij de loop van het leven. Een soort gevoel van humor ontwikkelen. Binnen enkele dagen komt Nika het landgoed van haar moeder oplopen in Engeland. As fresh as a daisy. Met drie kinderen aan de hand, geen woord over wat er onderweg gebeurd is. Do you want a cup of tea, my dear? Op datzelfde moment staan de Duitsers in de hal van het château. Goedenavond. Goedenavond. Die Nika achterliet met haar honden, haar dikke kok en Jules haar moeder erin. Vlinders kennen net als alle andere dieren die behoren tot de endopterygota een volledige gedaantewisseling. Er zijn vier stadia waarbij actieve en inactieve elkaar afwisselen. Het eerste inactieve stadium is het ei. Daaruit kruipt de larve. De rups die gedurende zijn groei ongeveer 20 keer langer en duizenden keren zwaarder wordt. De rups vervelt en bij de laatste vervelling wordt de huid verhard en wordt de pop of chrysalis gevormd waarin de gedaantewisseling plaatsvindt. Het land dat zijn familie in slavernij heeft gehouden. Het land dat zo weinig moeite heeft gedaan om racisme uit te roeien. Oorlog. Een vorm van discipline. Van regelmaat, structuur. Die ziel past als een handschoen. Ja, dus je suis een moedig, een dictatoriaal en een besluitvaardig. Als een van de soldaten het fout maakt, sleep jij hem voor de groep. En laten door een collega een professioneel bokser elkaar trainen. Vaderlijk, maar strikt. Ik breng mijn kinderen in veiligheid per boot naar Amerika en ontsnappen net aan een torpedo aanval. Ik breng ze eerst in veiligheid en zelf ga ik naar Londen. En ik sluit me aan bij de Force Française Libre. Ja, alles even. Opstaan, was van haar. Met een paar uniformen aan. Half 8. Ontbijt. Half 9. Militaire training. Half 10. Deel. Half 1. Lunch. Half 3. Militaire training. 4 uur, 5 uur, half 6, half 7, rijders, 9 uur, slapen! Ik wil naar Afrika. Daar vecht Gilles tegen de Duitsers en ik ben klaar voor wat actie. Maar no, daar komt niets van in. Vrouwen moeten in Londen blijven om de generaals rond te rijden. Ik
Ik smokkel mijzelf een militair schip binnen en zet koers richting de oorlog. Jouw enige voorbereiding op een oorlog is dansles en een vossenjacht. Je hebt geen flauw benul van zelfverdediging of hoe je gedraagt in een vijandige omgeving. Er is weinig kans dat je mij levend zult bereiken. Ik bereik jou wel levend. En bezorg jou en de commandant een shock als ik doodleuk het militaire kamp binnenkom wandelen. Aan Afrique negeert zij alle medische voorschriften. Binnen 2 weken heb ik malaria en een zonnesteek ontsnap ik net aan een auto-ongeluk. Ja, ik let even niet op. Wij zijn niet gewend aan een vrouw in het kamp. Dat is een paar probleem. Dus geven we haar de taak om de codetaal van de vijand te kraken. Trofassie. Maar zij benoemt zichzelf al snel tot piloot van bommenwerper. Jij laat je geen regel in de weg staan. Au contraire, jij brengt de tijd door met mij. Ik tik een oude vliegtuig op de kop. En zo vliegen wij naar delen van Afrique waar nog nooit een toerist geweest is. Als ons vliegtuig het begeeft, dan krijgen wij een lift naar de bewoonde wereld van een man die zijn vrouw probeert te ruilen voor wat honden. Nous arrivons au Caïr. Gilles moet meteen door naar Tunesië, maar mij bevalt hier zo goed dat ik nog even blijf. Caïro! Afrika's antwoord op New York. Iedereen die even helemaal niets met oorlog te maken wil hebben, is niet te vinden. Er zijn mensen. Er is muziek. Er is een zwarte Amerikaanse soldaat die in een hotel muziek uit een grammofoon hoort komen en de verleiding niet kan weerstaan om eventjes aan te kloppen. Hi. Hi, how are you doing? I'm fine. I hear some great music. Yes, absolutely, isn't it? Isn't it fantastic? What's your name? Pannonica. Pannonica, nice name. My name is Dwight. That's a nice, beautiful name as well. Come here, you're beautiful. What's that smell? This is quite hot. This is just what I needed. In een oorlog gelden andere regels. Kijk, wat normaal was, is niet meer normaal. Mensen vallen gewoon niet meer samen. Het is wie ze dachten dat ze Intussen wint mijn regiment een belangrijke slag. De helft van mijn mannen zijn gedood. We staan nog maar met 300 man aan het hoofd van duizenden Duitse en Italiaanse krijgsgevangenen. Ik reis achterna, maar als ik aankom in Tunesië ben jij weer doorgereisd naar Algerije. Daar is het water met 4,5 liter rantsoen per dag per persoon. Net genoeg om niet te verdrogen. In 1944 trek ik via Napels Italië binnen om de vijand definitief. Ik identificeer en verzorg de doden die jij achterlaat op het slagveld. Zo rukken wij om naar boven. Ik ontsnap net aan de dood. Een mortier ontploft de 10 centimeter van mijn hoofd. Beetje bij beetje. Overwinning na overwinning rukken wij op. Des Alps. Lyon Honor richting Duitsland. Nika. Een vrouw met een missie. Een vrouw met een doel. Een vrouw met een taak. De Duitsers schreven op. De oorlog is voorbij. Pardon? La guerre est finie. Oh. Okay. Fijn. Volgens het sociale protocol moeten de dames per direct, nadat de pudding gegeten is, de eetkamer verlaten. Het is de taak van de gastvrouw om de dames de ruimte uit te leiden, zodat de heren eindelijk vrij uit kunnen roken en praten. Nika! Jules installeert een gloeilamp midden op tafel en recht voor mijn neus. Als hij op het knopje drukt, moet ik opstaan.
is de wilde, intense energie die eerder van Nika afspatte, verdwenen. Ze heeft er 2 kinderen bij gekregen. Ze is dof geworden. Ze staart afwezig vanuit haar Rolls Royce de lens in. Ze kijkt wat vervreemd op de foto met haar kinderen. De sprankeling is weg. Het huwelijkse leven is een blauwdruk van het leven uit haar jeugd. Entertain, give birth and be a silent. Slavernij, weg met racisme, weg met uitbuiting. Ik wil er niks mee te maken hebben. Hè? Weg met oude rollen uit een oude wereld. Ik wil een nieuwe taal in een nieuwe tijd. Laat ze gaan. De levende doden, ze verdwijnen vanzelf, Monk. Hè? Wij zijn anders. Wij zijn jong, wij zijn vrij. En de muziek gaat door. En onze muziek is niet uit onderdrukking geboren. Thank you.
zoals je speelt. Zij tegen mij. Oh. Wie zei dat tegen jou?
ik veel, een of andere gast. Waarom zou je liegen, hè? Precies. Je moet zo beginnen. Eerst het dansen, hè? Dansen moet straks pas. Dansen, dansen kan altijd. Het is werkelijk een eer om u te mogen ontmoeten. Uw man heeft al zoveel over u verteld. Nou ja, op zijn manier dan. Ja, het is oké, ze is apart. En ze luistert niet alleen, ze leeft. Mama, moet je nog eens sap? Drink wat sap, loop! Nee, we moeten spelen en het wordt laat.
A la prezi, come si da potri. A la prezi, come si da potri. A la prezi, per mi vaca, come si da. Nelly, kom, wegwezen hier. Mama, we zitten in een vliegtuig. Ja, Nelly, maar ik wil weg. Kom mee. Mama, we zijn nog niet geland. Ja, snoer me de mond maar weer. Hè. In de nacht dat ik beviel van onze zoon, zat Monk met een aantal verslaafden in een steeg. Ik reisde alleen naar het gemeenteziekenhuis. Dat ergens in de buitenwijk tussen de gevangenissen en de gestichten lag. Ik baarde ons kind. Ik had de babykleertjes bij het leger des heils. En ging terug naar huis. En binnen een paar dagen was ik weer aan het werk voor $45 per week als schoonmaakster. Detroit, maar dan is 1000 kilometer verderop, Nibaya. Achter jij maar!
in veel verpleeghuizen geweest. Maar elke keer als ik daar aankwam, dan was Monk de rust zelf. Ik ben gek. Maar elke keer als ze mij moeten onderzoeken, moeten ze me weer laten gaan. Dus kan ik niet gek zijn of wel? Natuurlijk ben jij niet gek. Kom, wij gaan naar de club. Ja, kom, Thelonious, je moet spelen, kom! Dan moet je nog wat sap, man! Drink wat sap, nog! Ik breng jou wel. En wat zegt meneer Monk? Hij staagt naar officer Little, maar beweegt niet. En wat voor gesprek voert u met officer Little? Officer Little vraagt voor een tweede maal aan Monk om uit de auto te stappen en dit keer stap ik zelf uit. Ik loop naar officer Little toe. Wat is er mis? Dit hier is Thelonious Monk, een zeer bekende muzikus, en ik... Ik ben zijn manager, we zijn alleen maar onderweg naar Baltimore voor een optreden. En hoe antwoordt officer Little? Oké dan, zegt hij. Oké dan. Hij stapt in en rijdt weg. Ik stap ook in en ik rijd ook weg.
Een paar kilometer later zet overste Little ons weer aan de kant en dit keer probeert hij Monk de handboeien om te doen. En Monk blijft op zijn handen zitten. En wat zegt meneer Monk? What the hell? En u? Waarom doet u dit? En hoe antwoordt officer Little? U staat onder arrest. Nee, niet u, alstublieft, pas op zijn handen, hij is een piano! Alsjeblieft! Bij het doorzoeken van de auto is marijuana gevonden. Van wie is de drugs? Van mij. U weet dat voor marijuana bezit een celstraf tot 10... Ja. Dan vraag ik het nog één keer. Van wie is de drugs? Van mij. Oké dan. Wat kijk je? Drugs? Nee, dit gaat niet over drugs. Dit is wat er gebeurt als blanke en zwarte mensen met elkaar bevriend raken. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar hou je dat buiten. Een bladstelt komt 2 maal per leven in de krant. Bij geboorte en bij dood. Ik ben geen Rothschild. Oh, denk je nou echt dat je weg kunt rennen voor je eigen bloed? Dan moet je hard rennen. Nika, the family blues, remember? Ik ben niet gek. No, exactly. Als ik zo zie in welke situatie jij zit, kan ik dat alleen maar beamen. Jij bent niet echt gek. Hi, everybody. I'm very glad to be here today. I would like to play a little tune I composed not so long ago, entitled Pannonica. It was named after this beautiful lady here. I think her father gave her the name after a butterfly that he tried to catch. But I don't think he caught a butterfly. But anyway, here's the compose named after her, Pannonica. Deze schoenen. Thelonious, dat pak is splinternieuw. Ik heb dat zelf voor je gekocht. Trouwens, die schoenen die heb je zelf uitgekocht. Ja. Thank you, dank je. Sharp, scherp, oké? Okay? Jij ook. Oké, cool. Huh? Ik heb meer bijgedragen aan de moderne jazz dan alle andere jazzmuzikanten bij elkaar. Gillespie en Parker hebben de jazzrevolutie ontketend. Die ideeën komen van mij. Zo is het. En Dizzy en Bird hebben in muzikaal opzicht niks aan mij gegeven. Ze hebben mij niks aangereikt. Zij waren degene die met vragen naar mij toe kwamen. En zij krijgen al de credits. Dizzy Gillespie verdient $1,000 per week. Per week. Door met mij te spelen. Door mijn melodielijnen te kopiëren. Door mij om advies te vragen. Door mij te vragen hoe je de beste arrangementen schrijft, hoe je tot de beste sound komt. Door mij partituren te laten corrigeren. En zij componeren thema's die rechtstreeks van mij komen. En ondertussen kan ik geen gig vinden. Zelfmoord laat een spoor van verwarring. Van angst, schuldgevoel, zorgen en verlies achter. De zelfmoordenaar ontsnapt. Terwijl de levende in onzekerheid achterblijven, met niet weg te nemen angsten. De altijd sluimerende gedachte dat het misschien niet was gebeurd. Als je net op dat ene moment net even wat anders gedaan had. Nabestaanden proberen met hun hand een onmogelijke bocht terug dat verleden in te steken en een geliefde te grijpen. Te overtuigen om anders te doen. Kinderen voelen dat. Ze voelen het. Ze kunnen het misschien niet vertellen, maar ze voelen het helderder dan wie ook. Ze missen alleen de ervaring om die gevoelens te kunnen temperen. Ze laten mijn birdland niet eens in. Kun je je voorstellen hoe dat is? Voor een
muzikant. Om zijn eigen composities te horen en zelf niet naar binnen te mogen. Jullie. Jullie zijn maar een nagedachte. En dan de angst. De angst dat diezelfde gekte misschien wel in jezelf zit. In mij. Ik ben niet gek. Spiegeltje beslaat niet meer. Ik ben denk ik dood nu. Nee. Nika, jij bent niet dood. Je bent wel alleen, hè? Net zoals toen je klein was en alleen aan tafel zat te eten. Je hoort niks. Je hoort niks van Monk. En je hoort niks van Nelly. Je hoort niks van alle andere jazzmuzikanten die jij geholpen hebt. En je hoort helemaal niks van je familie. En wat gebeurt er in je hoofd? Wat gebeurt er in je buik, in je lichaam? Wat gebeurt er in je hart? Vandaag is de dag van de uitspraak. Ik heb dit niet eens aan Monk of Nelly laten weten. En nu ik het me bedenk, denk ik niet dat er iemand op de wereld is die weet waar ik vandaag doorheen ga. Thelonious. Om hem te beschermen. Daar is het allemaal om te doen geweest. En ik heb het er nooit met hem over gehad. Ach, hij en Nelly hebben al problemen genoeg. Thelonious? Ik heb je dit al eerder gevraagd. Ik weet ook dat jij deze vraag liever niet beantwoordt, maar stel dat jij 3 wensen zou mogen doen. Wat zou jij wensen? Dat ik een succesvolle muzikant ben. Dat ik een gelukkig gezin heb. En dat ik een compleet gestoorde vriendin heb. Zoals jij. Maar die heb ik toch allemaal al. Hetzelfde als stilte, maar dan met meer lawaai. Thank you.
Thank you.